Nou, de versiering hangt hier bij het Dickensfestijn in het Deventerbergkwartier. Hier staat wat groen. En hier wordt ook wat in gereedheid gebracht. The Old Grill. Mannen, ja. Mannen, wat kunnen ze hier eten, de mensen straks? Morgen. Fresh roasted ham. Oh, fresh roasted ham. Allemaal in Dickens-stijl natuurlijk. Grote vrachtwagen hier van het Dickensfestijn staat klaar. Wordt geleegd op dit moment. Hier nog een groenvoorziening. Een mooie boom. En daar tref ik Emmy. Hi. Emmy Strik. Een primeur dit jaar. Wat is de primeur, Emmy? Vertel het me. De primeur is dat wij hier Charles Dickens hebben zitten in zijn huis. Want we mochten voor het eerst dit huis gebruiken. Het volgend jaar kan het niet meer. Maar nou is het dus... Hier zit Charles Dickens himself. Oké, het is nog niet helemaal klaar. Jij gaat naar binnen. Ik film me van buiten. En morgen kunnen de mensen het ook op deze manier aanschouwen. Gewoon alleen maar. Niet naar binnen toe. Alleen maar aan de buitenkant. Daarom staat er ook een podiumpje. Oké. Dan kunnen ze op het podiumpje gaan staan. Oké. En dan kunnen ze door de raampjes kijken. En dat doe ik op dit moment ook. Goed, hè? Charles Dickens in hoogst eigen persoon. Nieuw tijdens het Deventer Dickensfestijn. Helemaal goed.